Dus de plek om een nieuwe economie en nieuwe economische ontwikkelingen tot stand te brengen is natuurlijk ook een geweldig mooie uitdaging. Een herstructureringswijk Benflo S. Het unieke in dit project is in de eerste plaats die veelheid van functies. Wij hebben een idee om bewoners zelf als creator van hun wijk aan de slag te laten gaan om zelf ook een ontwikkelingsvisie te maken. Ik vind een voetbalveldje zo. Scoren in de wijk. Een voetbalclub kan nooit onverschillig zijn met zo'n gigantische achterban. Ja, buurten blijven verbeteren met leuke mensen. We geven heel hoop ontwerpers de kans uit Tilburg naar Brabant, heel Nederland, hier terecht kunnen. Between like tradition and high tech. Zo ga je toch steeds meer bedrijvigheid die krijgen. En dat was eigenlijk het uitgangspunt. Dus vanaf 2001 is gezegd, daar zetten we een streep onder. En we gaan die wijk weer herontwikkelen, zodat het weer een integraal onderdeel wordt van het stadshart van de gemeente Venlo. I've got to go. Bir de çanak gelecek yalnız ha. Şu yuvarlak çizmişler. Bir de çanak kablosu gelecek. Sizden önce, yenceden önce bunlar tekniği yapılmaz mı? Uğraşıyoruz. Eksitti bovunu. Her gün telefonu şu notere. Als het gaat over zeg maar, de hele sociale stijgers, dus mensen uit arme wijken die je vast wil houden, die wat meer gaan verdienen, die vertrekken normaal uit die wijken. Dat is ook een van de kritieken van de aanpak van stadsvernieuwing op dit moment. Zeg maar vanuit bewoners van deze wijken, ja, dat is natuurlijk iets. Dat kan de motor zijn om die wijk inderdaad tot prachtwijken te maken. Daar gaat het eigenlijk toch om. Io penso che se noi perdiamo la tradizione di questo tipo di lavorazione, l'umanità perderà una cosa molto grande. E noi stiamo cercando di rimanere nel mercato, anche se il mercato è un po' duro da seguire, perché... Tu stai parlando del mio cuore in tutto il bar. Noi speriamo che questo metta un po' di chiarezza su quella che è tutta la produzione del vetro che gira nel mondo. W tej chwili w Bytomiu niestety, ale mamy 25% bezrobocie,
co jest wynikiem likwidacji. Na pewno Śląsk jest takim, generalnie rzecz biorąc, takim miejscem, gdzie skoncentrowany był przemysł ciężki, gdzie w tej chwili przy tych wszystkich restrukturyzacjach no chyba najtrudniejsza jest sytuacja. Bytom jest takim miastem naprawdę przykładowym tutaj, gdzie po